Paul, verwacht jij soms bezoek? Dat is die beer! Dat is een van de bandieten die de Woekau-handschoen stal. Wat doet die nou weer hier? Wat te doen? Ik moet toch iets doen! Je hebt wel lef of wat dan ook dat jij je hier vertoont. Wow, dat is wel heel veel wat dan ook. Kom maar op dan. Testament of zoiets gemaakt en het zou stom zijn als mijn verzameling poppetjes naar de verkeerde persoon gaat. Ik kom je niet vermoorden. Ben je een vrouw? Ik ben een ridder. Ja, precies. Dat is wat ik anders gespeeld, denk ik. Ridder. Ik ben op zoek naar de drakenmeester. Ik heb gehoord dat hij in dat huis woont. Ja, ik weet niet zeker of de drakenmeester nog wel bestaat, maar een paar dagen geleden was ik dat nog. Jij? Ben jij de drakenmeester? Dezelfde idioot die dat dorp heeft vernield. Ik was er alleen maar voor Pijpijs dikke dumplings. En je hebt Klaus en Verrucka er vandoor laten gaan met de handschoen. Kennelijk. Waarom ben je niet blij dat je vrienden zijn ontkomen? Het zijn geen vrienden. Ik zit ze achterna. Ik probeer ze tegen te houden. Wat? Mijn naam is Lutera van Landrecht. Het zwervend zwaard. Dochter van de Saksische wacht. Ridder van Engeland. En jij? Ik ben Bo! En dat is zo'n beetje alles wat ik nu heb. Titel onzeker, dus... In opdracht van de koningin ben ik op jacht naar Klaus en Verrucka Dumont. Zeer gevaarlijke criminelen. Ze zijn ontsnapt uit Londen en nu in China op zoek naar precies het wapen wat jij ze hebt laten stelen. Niet met opzet! En daarmee zijn ze nu uiterst krachtig. Dit kan rampzalig aflopen voor Engeland, China, de hele wereld. Ze moeten gestopt worden. Wow, dit klinkt echt waanzinnig cool. Ik doe mee. Met wat? Hiermee, met jou. Ik ga met je mee. Ik snij nog liever je ingewanden eruit om er een viool mee te besnaren en die te bespelen op jouw graf. Oké, kleurrijk. jij redt je wel op het schoolplein, dat moet ik zeggen. Leren, schoudervulling, dame. Ridder. Ridder. Maar even serieus, ik kan echt helpen. Ik, de mogelijk voormalig drakenmeester, die een ridder uit Engeland helpt met jacht en vangst van superslechterikken. Oeh, en de handschoen terugbrengen is dé manier om mijn hachje te redden, weer vertrouwen te winnen en mijn titel terug te krijgen. Engeland helpen, wat het dan ook is. Ik geef toe, ik ben dus nog nooit naar het buitenland geweest. Even tussen ons, ik word snel zeeziek. Ik moest uit de kotsen toen ik naar een kurk in een kommetje keek. Echt gebeurd. Dus ja? Ik werk alleen. Ja! Cool, ik ook!